De wedstrijd van gisteren, hoe kijk je daar nu op terug? Het is allemaal best wel vermoeiend geweest, zo kijk ik erop terug. Ik bedoel, we zijn daar naartoe gevlogen op de dag van de wedstrijd. Toch een aardige reisschema achter de rug en dan speel je zo'n wedstrijd waarin je van tevoren eigenlijk weet. Ja, je zit er niet op te wachten, hè? Zo'n onderbreking in de trainingskamp. Maar goed, ik kijk in ieder geval met een positief gevoel op terug over het feit dat iedereen gewoon fit eruit is gekomen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste, met name naar zo'n reisschema natuurlijk. Als de mensen dan zeggen, het zag er wat ongeïnspireerd uit, wat zeg jij dan? Nou ja, ongeïnspireerd. Ik bedoel, je gaat niet... ik vind wel dat we trouwens volle bak gegeven hebben, hoor. Want in de organisatie hebben we geprobeerd om steeds de juiste posities te bezetten. Maar ja, je gaat toch niet 100% een duel in, althans in de zin van om een risico te nemen in een duel of weet ik veel wat. En ja, er staat wel wat te wachten. En zo'n wedstrijd bij München, dat is leuk voor de statistieken en alles eromheen, maar wat minder voor ons. Ja, tijdens de warming-up sprak je even met de bondscoach. Ging het nog over gisteravond? Oh ja, nee, niet specifiek. Over van alles en nog wat. Zo nu dan zijn de gesprekken zoals jullie weten. Dat zien jullie wel eens voorbij komen, toch? Maar hij stond nog altijd gebaren, dus we dachten even, hey, dat gaat over het spel op het middenveld en hoe jullie stonden. Ja, ook over gisteren. Over alles eigenlijk. Over de afgelopen week, hoe we die eigenlijk goed hebben afgesloten. Minder goed met het resultaat natuurlijk, maar wat ik net ook zeg, dat is niet van groot belang. Je bent een van de leiders van dit team. Hoe gretig is deze ploeg nu voor het aankomende toernooi? Nou, heel gretig. Heel gretig. Met name omdat je de afgelopen WK, dat je eraan geroken hebt. Zie je eigenlijk wel dat het elftal wel honger hebt om een titel te pakken. We zijn toch met een vaste groep, met een vaste kern al een tijdje samen. Met deze trainer al 4 jaar bijna. En ja, dan wil je maar één ding, dat is toch een titel winnen. En dat merk je aan alles. Ook, bedoel, kijk vandaag, het is een dag na de wedstrijd en vanmorgen nog gereisd. En je zou eigenlijk zeggen, ja, iedereen is kapot en even relaxed. Na 4 dagen ook trainingskamp. Maar je ziet hoe de vonken er weer vanaf spatten. En hoe iedereen toch zoveel zin heeft en zo gretig is om in ieder geval een plek te verdienen in de basis. En dat is alleen maar goed, joh. Ik bedoel, we zijn allemaal fit en we hebben er heel veel zin in. En die volgende oefenwedstrijden ook nog wel zin in of beter alleen maar trainen? Maar dat is een interlands. Zeker voor eigen volk, stadions zullen vol zitten. Natuurlijk hebben we daar heel veel zin in. Maar ik zou hier staan liegen als ik zou zeggen van ja, we vonden het allemaal geweldig om gisteren die wedstrijd te spelen in München. Ja, nee, dat... Daar staat niemand op te wachten. De bondscoach moet er nog 4 naar huis sturen. Hoe belangrijk is ervaring en hoe belangrijk is gretigheid bij jonge jongens? Ja, je zou zeggen, een mix daarvan zou fantastisch zijn. Maar ja, het feit is dat er 27 zijn en de 4 naar huis moeten. En dat is nooit leuk. En het zal toch moeilijk worden.